De carrière van Dionne Staks kabbelt een beetje. Ze maakt tegenwoordig programma's voor oudere omroep Max, maar is daar redelijk inwisselbaar. Je kan eigenlijk iedereen op haar plek neerzetten. Vervang haar voor Carrie ten Napel en er is niemand die Dionne mist. Dat is best lastig voor haar, vindt formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Kirsten Jan, die betrokken was bij de ontwikkeling van de Matthijs van Nieuwkerk quiz The Connection, deelt zijn mening in de podcast Content Wars. Ik wilde het even hebben over de wispelturige carrière van Dionne Staks, waar veel over gesproken wordt natuurlijk. Er is ook veel kritiek op een aantal programma's. Hij vervolgt, een van de laatste is natuurlijk Dionne dichtbij pas met de First Ladies. Zij is de presentatrice van een van mijn favoriete programma's, Van Onschatbare Waarde, wat ik haar overigens heel goed vind doen, maar dat is ook een heel sterk format. Met andere formats is het heel wispelturig eigenlijk. Dionne weet niet echt een handtekening te zetten onder haar programma's, vindt Kirsten Jan, ze kan nog niet echt een stempel drukken op heel veel formats. Er is op de andere dingen die zij doet, ook op Dionne dichtbij, wel wat kritiek. Het is een beetje oppervlakkig. Ik vond de serie met Maxima ook niet sterk. Krijgt ze dan de verkeerde formats? Ja, dat is lastig. Ik denk dat ze bij Max best heel leuke dingen mag doen, want ze doet daar ook Droomhuis Gezocht in plaats van Sybrand en ik moet eerlijk zeggen, daar mis ik Sybrand ook een beetje als ik het haar te overdreven vind doen. Wellicht is Dionne gewoon niet charismatisch genoeg voor solopresentatie, aldus Kirsten Jan, ze moet een beetje haar manier zien te vinden en misschien is het soms wel dat een programma helemaal dragen voor haar wat lastig is. Dan moet het format gewoon heel sterk zijn. De oplossing? Misschien moeten ze af en toe ook eens denken aan duopresentatie. Dat zou ook wel eens kunnen helpen. Op een of andere manier is het gewoon lastig voor haar om echt boven het miljoen te blijven, wat ze bij Van Onschatbare Waarde by far heeft, maar met haar andere shows.